Hoewel George Baker, de befaamde zanger en songwriter, beweert een tevreden leven te leiden en zijn dagen naar eigen wens heeft ingevuld, heeft het pad van zijn leven niet enkel hoogtepunten gekend. In een openhartig gesprek in 2022 onthulde hij in het programma De Kist een van de grootste tragedies die zijn leven tekende, zo meldt Party. De tragedie waarover Baker sprak betrof het hartverscheurende verlies van zijn dochtertje Esther. Het kleine meisje verloor het leven in 1971 op slechts drie maanden leeftijd door wiegendood. Eigenlijk vermijd ik liever dit onderwerp, noteert George in het weekblad. Maar destijds ontving ik veel reacties. Gedurende mijn carrière heb ik tot nu toe slechts enkele interviews gehad waarin zware onderwerpen ter sprake kwamen. Twee jaar geleden kon ik het verhaal over ons overleden dochtertje delen, omdat de scherpste pijn toen al voorbij was, vervolgt hij. Zoiets deel je niet als het nog een open wond is. Tenminste, dat geldt voor mij echter, voor dat specifieke programma vond ik het niet moeilijk om erover te praten, omdat er voldoende tijd was verstreken. Bovendien maakt dit verhaal deel uit van wie ik ben, en ik vond dat het verteld moest worden, benadrukt de zanger. George Baker reflecteert op het feit dat hij, ondanks de tragische gebeurtenissen, in staat was om dit beladen verhaal te delen vanwege de verstreken tijd en het feit dat de scherpe randjes van het verdriet zijn afgesleten. Het programma bood hem de gelegenheid om zijn persoonlijke ervaring te delen, en hoewel het moeilijk was, zag hij het als een kans om zijn verhaal te delen een verhaal dat inherent is aan zijn levensreis.